Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate nummer 104. Oftewel, maart, op het randje van maart naar april 2019. Ja, potverdikkie, we hebben een hoop spullen gekregen. We kunnen niet alles gaan laten zien, want dat wordt echt te veel. Want ik geloof dat we de laatste maand al misschien wel 40 nieuwe dingen hebben toegevoegd. Check de website bij nieuwe items om alles te bekijken. Dus we dachten, wat moeten we gewoon laten zien? Nou, we hebben natuurlijk wel wat dingen verzameld voor je, uiteraard. Dus heb ik hier een doosje. Gaan zien. Ik kan open aan de voorkant, kan open aan de bovenkant. Gewoon helemaal leeg, zoals je kunt zien. Daar kun je bijvoorbeeld een bal in stoppen. Dat is verder geen truc, je stopt een bal. Dat is echt een, Stuiterbal. Stuiterbal was niet gepland te stuiteren. Die gaat in het doosje. Nou, stel voor, je pakt een doekje. Je legt het doekje leg je over het doosje heen op deze manier. Dan kun je bijvoorbeeld het is op zich wel vreemd. De bal zie je ook uit het doosje laten. Ja, tuurlijk is hij weg. Hij zit hier onder de doek. Zweven ze. En het mooie is, die bal gaat natuurlijk alle kanten. Oh, hier naartoe, hier, kom hier, kom hier. Oh, hier. Die gaat alle kanten gaat die op. En leuk als je blaast, dan is hij ook weer volledig weg. Nou, dit is even om twee trucs te laten zien die we hebben. Overigens hebben we hier een leeg doosje, wat Leon liet zien. Let op. Leeg. Leeg. Nou, deze was eigenlijk niet gepland om te laten zien, maar we dachten, het is leuk om misschien om de combinatie met What is it? Deze blauwe doek noemen wij What is it? Wat is het? Ja. Ja, een doek. Precies. Maar iedereen denkt, hé, wat zit er onder die doek nou? Uiteindelijk blijkbaar niks, want het was de bal die zweefde. Je krijgt de doek met uitgebreide instructies, hoe je deze routine kunt doen. En hoe je het met een bellenblaasje kunt doen. Dus het lijkt een beetje qua idee op de bubbelzombie van Dirk Lissander. Is het niet. Laat ik er even bij zeggen. We verkopen de bubbelzombie dus beter gemaakt, veel mooier gemaakt en veel completer met alles erbij. En video instructies zit hier niet bij. Die kost ook wel €175, dacht ik. Deze is €25. Het zwevende iets. Ja. Je krijgt dit er dus niet bij. Dit is een, laten we toch verklappen met de naam. Een spiegelbox. Of mirror box, do it yourself. Dat betekent, je krijgt dit. Een bouwpakketje. Met alles wat je nodig hebt. Dubbelzijdig tape, decoratietape, alles om dit te maken. Je hebt dus niks anders nodig. Je hebt hooguit een schaar om een stukje tape door te knippen en om de decoratie door te knippen. Je krijgt er een video-instructie bij op een kaartje. Waarop je leert hoe je deze box in een minuut of vijf compleet in elkaar zet. Super leuk gemaakt. Nou, we gebruiken het nu toevallig om de bal in te leggen om eruit te laten zweven. Dat die, kan die ook nog weg zijn, zeg maar. Maar in principe kun je dat ding leeg laten zien. Je kan er doeken uithalen, snoepjes uithalen, ja. Koekjes uithalen. En op dezelfde manier dingen laten verdwijnen. Dus even twee dingen tegelijk. De spiegelbox of mirrorbox. Do it yourself. DIY. De exacte titel zet ik even onder in beeld dat het matcht met wat op de website staat. Deze hebben we op het laatste moment erbij gerist, dus die hebben we niet genoteerd hier. En what is it? Oftewel, het zwevende iets voor €25. Een spiegeldoosje kost? €19,50. Dus niet duur. En het is, ondanks dat het zelf pakket is echt wel degelijk hoor. Het is geen golfkarton, zeg maar. Kun je hem ook weer plat maken? Of dat niet? Het blijft dan zo? Ja, je vouwt alle hoeken stevig karton in elkaar. Je plakt alles vast met dubbelzijdig tape wat erbij zit. En daarna ga je dan een decoratietape omheen plakken. Waardoor die echt dan heel stabiel is. Het is echt een, even niet om het slopen, maar echt een stabiel doosje. Ja. De spiegelbox. Grappig dingetje. Ja. Vind ik. Oké. Okay. Dat was dat. Ik wacht even mijn ding. Volgens mij had je het net over cookies. Koekjes? Heb je wel? Over koekjes. Had ik het over koekjes? Oh ja, koekjes kun je uit de box halen. Ja. Dat zijn Oreo's. Ik ben zelf geen fan van Oreo's. Nou, ik wel. Ja. Alleen het enige wat ik dan lekker vind is dat witte wat ertussen zit. Dus,
Dus jij vindt de koekjes zelf niet? Nee, de koekjes zelf niet. Maar wat het mooie is... Heb je alleen maar twee droge koekjes? Ja, die mag je hebben, Simeon. Nee, ik vind de juist lekker. Oké, wacht. Let op. Huh? Wacht even. Oh, normaal zit het niet zoveel. Komt er niet maar meer bij. Oh, extra veel witspul. Wacht even. Je kan gewoon oneindig Oreo wit eten. Dan. Ja. Kan je het een beetje normaal maken weer. Dat je een beetje normaal is. Dat je niet zo'n hele dikke normaal Oreo. Oké, super. Dus je kan je koekjes gewoon oneindig blijven eten. Ja. Super. Oké. Mooi. Ja, oh, je wil een stukje eten nog. Als het kan. Heerlijk. Oreo zijn mijn koekjes. Heerlijk. Oh. Sorry, het is niet netjes om hier te gaan zitten eten natuurlijk als jullie hier aan het kijken zijn met volle mond praten, is ook niet netjes. Dit waren twee aparte trucs. Truc 1. Overstuffed. Overstuffed van Bizarro. Ja. Je krijgt twee... Van de gimmicks die je net hebt laten zien. Twee complete gimmicks inderdaad. Ze zijn nog goed, ze gaan ook niet over datum gelukkig. Er zit een, volgens mij zit er toch wel een peer-instructie bij, maar volgens mij zit er ook iets van een video bij, zag ik net. Ja, ik dacht dat er geen video bij, we hadden daar verondering over. Ik dacht dat er geen video-instructie bij zat, omdat er inderdaad een boekje bij zit. Maar op het boekje staat toch nog een link naar video-instructies. Ja. En dan krijg je daar twee volledige gimmicks. Dus als die eentje echt helemaal niet meer uitziet, omdat je weet ik wat ermee gedaan hebt, zit er nog een complete nieuwe bij. Dus je hebt er twee voor de prijs van één. Je kunt ook in principe het witte laten verspringen van de ene naar het andere koekje, dus je kunt er ook meerdere dingen mee doen. Ja, je hebt twee lege koekjes zeg maar, en één vol en dan gaat je van de een naar de andere. Check de video even op de website. Ja, het is een grappig ding, goed gemaakt. Mm-hmm. Ze waren toen ze uitkwamen in Amerika, binnen no time niet meer beschikbaar. Dus de eerstvolgende partij die vrij kwam, hebben gezegd, moeten wij hebben. En dat die hebben ook. En dat is ook makkelijk te doen, want dit was eigenlijk de eerste keer dat ik hem deed. Ja. Dus makkelijk te doen. Prijs? €45. Mm-hmm. Wat je eventueel wel kan doen is, ik weet niet of het wordt uitgelegd, maar je zou het eventueel kunnen verwisselen met een echte Oreo. Ja, tuurlijk. En dan kun je het is ook mooier als je de gimmick uit een zak, we hadden het niet voorhanden hier, of een rolletje of een zak neemt. Weet je wel, dat je echt gewoon het koekje eruit neemt en eerst misschien iemand een koekje geeft en nog een, pak er zelf ook een en dan doe je daar de truc mee. Het is natuurlijk 10 keer sterker dan om hier uit te halen. Ja. Hetzelfde geldt voor deze nu. Dit is de Bite from Oreo cookie. Hebben we er ook even bij gerest, was ook niet gepland. Maar we dachten, wel uit een zakje, maar dat is een cookie. Nou, een koekje erbij. Dus de Bite from Oreo cookie ziet er ook heel goed uit. Je ziet er zo echt niks aan als je het niet weet. En toch kun je daar een stuk van afbijten en weer herstellen. €7,50. Compleet met Nederlandse instructies. Dat is ook een leuk ding. Super makkelijk te doen. Als je erbij hebt kun je altijd mensen verbazen. Dus Bite from Oreo €7,50. En Overstuffed van Bizarro. Uitgebracht op Tier 11 voor €45. In mij hebben ze altijd gezegd dat je niet met eten mag spelen. Ja. Maar dat is een ander. Het geldt niet in goochelwinkels. Het geldt alleen maar als je... dan iets wat we al jarenlang verkopen. Echt al jarenlang. En dat is de sneeuwstorm. Wat is de sneeuwstorm? Nou... Je hebt het vast en zeker wel eens gezien, onze Hans Klok is daar wel heel goed in. Ja, Christian Fahler natuurlijk ook al, maar Hans Klok hebben wij toevallig op de website het filmpje van staan bij alle sneeuwstormen. Je hebt een paar stukken papier, of servetjes, scheur je stuk. Vaak gaan ze in de kom met water, wordt geroerd, je pakt het eruit, neemt een waaier. En je pakt sneeuw, heel veel sneeuw. Waaier? Ja. Even nieuwe pakken. Zie je stuk? Volgens mij wel. Ja, niet zo'n waaier dus, maar er moet er eentje zijn die je openmaakt dat die gewoon heel is. Ja, dat je hem maar zo openmaakt en dan... Ja, dat die gewoon... Was hij nou net niet stuk? Nee, toch niet? Ja, ik dacht net iets stuk zakken. Dus die kun je ook mooi gebruiken voor bij de sneeuwstorm, hoef je hem alleen maar... Ja, ik denk dat ik toch even een nieuwe pak. Ik weet niet wat je doet, maar je doet iets waardoor die waaier stuk lijkt. Kun je een boekje maken? Natuurlijk kan ik die al maken, makkelijk. Pak die waaier, dan kun je... Ah. Ah, wacht.
Okay. Hoe deed je dat? Openmaken en dan heel maken. Hoe maak je hem heel dan? Ja, gewoon die vingers knippen en dan. Dan ben ik nog helemaal gek geworden. Weet je niet. Dit is de Breakaway Fan. Ja. Zijn we te plagen? Wat is het? Verkoop al jaren, maar we hebben nu een nieuwe uitvoering gekregen. Een mooiere, strakke uitvoering. Je zegt een kindje bijvoorbeeld, hier heb je een waaier. Waaier even over de hoed. Waaier even over de doekjes. Het kind krijgt de waaier. Valt uit elkaar. Hij zegt, wat doe je nou? Eigenlijk net als de Breakaway Wand. De stok die uit elkaar valt. Je neemt hem terug en laat zien, kind is gewoon een waaier. Kijk maar. Je geeft hem terug en het kind pakt hem weer en valt weer uit elkaar. Ja. Superleuk ding. Kost 12,50. Geen geld dus eigenlijk. Voor een superleuke gag. Ja, wat heb je aan een kapotte waaier? Niks, maar je kan hem gelukkig heel maken. Ja. Maar die kun je beter niet gebruiken bij een sneeuwstorm. Want als je je vergist, sta je daar te waaien. Ja. Sta je daar, Overigens was er ooit... Sta je daar. Overigens was er Danny Larry. Die deed dit echt serieus op podium in een illusieact. Gaat een mes, pakte de waaier. Even kijken, ik heb het niet geoefend nu. Pakte de waaier, pakte een mes. Ik zal even kijken hoe ik dat... Oh, dan snijdt hij, ja. Ja. Pak de mes. Laat eerst de waaier zien. Waaier. Mes. Sneed het in stukken met de mes erop. Dat liet je zien. Kijk. Helemaal stuk. Hele waaier. Allemaal stukjes. Sorry, even goed doen. Op beeld. En weer helemaal heel. Ja, kan ook natuurlijk. Maar ja. Creatief. Breakaway waaier. Ja. Break. Waaier. €12,50. Hoe kwamen we daarbij? Omdat we vertelden over de sneeuwstormen. We verkopen al jaren sneeuwstormen. In allerlei soorten. De standaard sneeuwstorm die wij verkopen is de Snowstorm Tissue. Die hebben wij in wit. Die hebben wij in rood, wit, blauw. Nederlands kleuren. En in multicolor. Oftewel, alle kleuren door elkaar. Die kostte €10 per 10 stuks. Murphy's Magic, een van de grootste leveranciers op goochelgebied, heeft nu een eigen versie uitgebracht. Natuurlijk niks nieuws verder. Maar dit zijn ook tabletten. Er zijn er 12 stuks en ik zal het uithalen. Tenminste niet helemaal, maar dan kun je zien hoe de grootte aan alles is. Ik heb flinke tabletten. Nou, maak maar even open en ik wil het even laten zien. Nee. Flinke tabletten. Super helder papier. Het is echt wit, niet beige, niet half verkleurd. Helder papier, ultra dun en het plakt niet. Nou, wil ik eigenlijk mee zeggen, je kan eigenlijk, die zijn nog groter dan een sneeuwstorm voor €10. Dit zijn namelijk 12 sneeuwstormen voor €8,50. Dus dat is eigenlijk een hele goede prijs voor de sneeuwstorm. Dus als je sneeuwstorm moet hebben, check even onze website. Ze zijn allemaal goed. Kijk, bij de tissue versie die we hebben, krijg je ook de papieren bij die verscheurt. Dat is weer ook een voordeel. Mm-hmm. Maar ik denk dat als de tissue versie opraakt, dus die wij normaal voor €10 verkopen, dat we gewoon compleet overschakelen op dit. Want ja, je krijgt hier gewoon meer voor minder geld. Ja. Very simple. Dus waarom zou je die andere nog gebruiken? Door de jaren heen, we hebben ook eigen versies gehad die helaas niet meer gemaakt kunnen worden. Vroeger mensen ook, heb je ook rode sneeuwstormen? Nou, die hebben wij ook. Niet van dit merk, van een ander merk. JL uit Korea. Super mooie sneeuwstormen. Iets kleinere tabletten met heel veel dunne papiertjes. Ik zal kijken of ik hem open kan maken om een beetje te laten zien. Het zit allemaal goed verpakt, want het laatste wat je wil is dat je de thuis je sneeuwstormen al krijgt. En ontdekt dat alles al uit elkaar gevallen is. Ja. Er blijven natuurlijk allemaal snippertjes die met een papiertje bij elkaar gehouden worden. Gaat dat zonder problemen. Ik ga het niet helemaal eruit frimmelen, maar dan krijg je een idee. Kijk, je kunt van bovenin zien hoe het uitziet. Dit is één... Wacht, gaat zo. Oh, ze zijn goed verpakt. Het is een kartonnetje mee. Kijk. Dit is één tablet. Super mooi felrood. Je kunt zien als je hem knijpt. En drie rijen met snippertjes. Je kan natuurlijk met een tapeje twee tabletten aan elkaar maken als je wil. Als je meer sneeuw wilt hebben. Maar dit zijn hele dunne papiertjes. Je hebt ook echt ook niet non-stick. Dus ze plakken niet aan elkaar. Dat is mooi rood, vind ik ook. Ja, super felrood. Ietsje duurder. €15. Maar voor een zeer hoogkwalitatieve sneeuwstorm is dat niet duur. Want als je kijkt naar een Seo sneeuwstorm, Seo is een ook een Japanse fabrikant voor sneeuwstormen, dan zit je vergelijkbaar qua deze maat, zit je rond de €30-35 voor een pakje van 12. Dit zijn nog 12 voor €15. Dus we hebben rode sneeuwstormen, witte sneeuwstormen en we hebben onze andere nog. Voor de sneeuwstorm heb je een waaier nodig. Nou, tadaa, waaier.
En daarna mooi is, dit is een stofzuiger. En daarna stofzuiger. Kijk, je hebt deze maakt ook een mooi geluid als je hem echt opengooit. Klinkt wel stoer. En als je hiermee wappert. Wat moet ik doen? Maar, we kunnen het niet echt laten zien, maar onze haren kunnen niet echt wapperen. Als Hans Klok hier was, had hij nu zijn haren laten wapperen. Deze waaieren super goed. Dit is de kleur rood die we hebben. Die heeft een Chinese bedrukking. En we hebben ze ook in de kleur zwart. Dat is een beetje neutraler. Dus dat zijn de sneeuwstormwaaiers. 12,50 of 12,50. Dus sneeuwstormwaaiers zwart en rood. En de sneeuwstormen zelf. Ja. Allemaal te vinden ook bij elkaar in de categorie sneeuwstormen. De categorie toneel. Dan heb je een hele categorie sneeuwstormen. Daar staat alles in wat ermee te maken heeft. Tot zover. Ja. Sneeuwstormen. Ik heb hier een mapje. Ik was van de week op de markt. Mm-hmm. Ik kwam een man naar me toe die zei, dit is het mapje wat je moet hebben. Hoezo? Toen zei ik, ja, dat moet ik wel hebben dan. Maar ik zei, hoezo? Logisch. Hij zei tegen mij, skimming. Oh ja, dat ze je bankpas stiekem mensen aflezen. Mensen die proberen stiekem geld van je pasje af te halen. Mm-hmm. Toen dacht ik van, hé, wacht eens, daar kan ik misschien wat mee doen. En ik dacht, neem toch nog even een mooi spel kaarten bij. Super logisch. En een mooie rode Sharpie. Heb ik. René, zou je even een kaart pakken? Zijn allemaal verschillende kaarten trouwens? Ja, ja, ja. En voor de mensen thuis, we zeker even weten dat dan al... Dat we niet werken met een one-way deck of wat dan ook. Dat echt, oké. Okay. Super. Ik ga zonder te kijken een kaart. Oh ja, zo kan ook. Echt vrijwillige keuze. Niet dat jullie denken dat het afgesproken is. Onthoud goed. Mag dat dus iets opschrijven? Dat mag. Zo. Dat hoef je van de mensen thuis. Ik wil klappen, maar er is niet veel plaats op de kaart, dus ik moet even zo doen. Kijk. Dan mag René in zijn kaart hier opleggen. Dan zet hij in het spel. Dan gaan wij eens even kijken wat we hiermee kunnen doen. En de man zegt tegen mij, het maakt niet uit of je pasje nou zo of zo erin duwt. Ik zeg, dan zou het met een kaart ook kunnen. Dus je wil zeggen dat je de kaart, je kunt er je bankpasje instappen en dan wordt hij niet geskimd. Ja, dus... Je kunt er ook goed doorheen kijken. Ja, maar toch kan de straling, of hoe je het noemen, van het apparaat er niet doorheen om geld eraf te halen. Maar als je hier nou een kaart hebt, in dit geval een 5. Niet mijn kaart in ieder geval. Wat de bedoeling moet zijn was dat het niet gelukt. Echt niet? Nee. Die kun je dus zo induwen. Dan kan er dus niemand geld van de kaart afhalen. Dus ja, dat is ook een kaart, maar dat is een ander verhaal. Het mooiste is... Dit is dus niet jouw kaart? Nee. Oké. Okay. Kunnen mensen thuis ook al zien, dit is niet mijn kaart. Maar eigenlijk kan ik ook een beetje skimmen. Wat bedoel je? Kun je ze nou dit doen? Dat duurt eventjes en dan zie je dat ze langs gaan. Ik weet niet wat je bedoelt, maar ik kan niet echt iets... Veranderd. Wacht even. Oh, wacht even. Hè? Hoop ik in ieder geval. Ja, kijk maar, staat er René. Maar waar is de harde werk nou dan? Hè? Is zo gewoon, heb je van plaats gewisseld of wat? Ja, een soort van wel, denk ik. Oké, bizar. Ja. Heel vreemd. Ja, wat is dit? Dus wow. Wauw. Is echt wow. Wauw. Ja. En dus wow 3. Wow 3. Geschiedenis over wow. In het jaar 2006 liet een Japanse goochelaar genaamd Ato Masuda een kaarttruc zien aan Lance Burton. En het was deze truc. En dan wilde ze wow als eerste reactie. En toen zei ze, dat is een goede truc, naam van de truc. We gaan hem wow noemen. Dat is serieus waar. Als ik me niet vergis. Dus die truc heette wow. Kwam in 2006 uit. Nee, nou lieg ik. Nou, dat zou wel kunnen. Ik baseer het even op iets anders. Maar die kwam toen rond die tijd kwam die uit. 2000. Zo, dan ben ik me even van mijn verhaal af. Die kwam toen in ieder geval uit. Wij zagen die voor het eerst op het congres toen wij in Haarlem waren.
En ik weet niet waarom ik nu 2006 kom, maar toen, in dat jaar in ieder geval kwam dat uit. En ik zag dat, ik zeg, wat is dit? Ook dacht ik ook, kijk, wauw. En ik zeg, die wil ik hebben. Nou, een aantal gekocht. En die waren dezelfde dag al op. En toen ben ik rechtstreeks via meneer Masuda, heb ik echt grote aantallen van gekocht. En die dingen vlogen de deur uit. Ik denk binnen een jaar, twee jaar later kwamen er heel veel kopieën op de markt. Voornamelijk Chinese en Oosterse kopieën. Die werkten wel, maar in kwalitatief niet te vergelijken met dit. Zeker als je een kopie bezit en je hebt dit erbij, dan denk je... Ah, dan zou ik dat nou niet meer durven doen. Nee, dat is echt een gigantisch verschil. Toen kwam de Wow 2 uit, een jaar of vijf geleden, zes geleden, gok ik even wild, met een DVD. Dus eigenlijk het enige verschil was naar mijn idee dat er een DVD bij zat. En nu is versie 3. En versie 3 is gewoon nog veel mooier. Waarom? Omdat de pixels, zullen we dat noemen, de blokjes die erop zitten, en dat zou je zover niks zeggen, die zijn veel kleiner geworden, waardoor je de kaart veel beter ziet zitten in het frame. De kwaliteit is gewoon veel mooier. En nogmaals, als je de Chinese versies ziet, die met plakband aan elkaar hangen, en waarbij je voorzichtig moet zijn tijdens de vertoning, dit is 100% safe. Ja. Dat is gewoon echt zo. Als je het goed doet, is 100% safe. Het is de beste versie die er is. De prijs, vroeger toen dit uitkwam, mag je best weten, kostte dit 60 euro, verkochten wij dit. En dat ging echt wel, vloog de deur uit. De versie met DVD kwam uit, kostte 45 euro. En deze kost 43,95. Deze 43,95 met een online video instructie. Ja. Dus in principe, er is niks veranderd, maar de prijs wordt telkens lager. Dus als je dit bezit, of je zegt ik wil deze truc bezetten, je hebt meerdere routines die mogelijk zijn, dit is een mogelijkheid. Eigenlijk wel de basisroutine, maar dit is een mogelijkheid. Ja, schitterende truc. Ik weet niet hoeveel honderden dat we daarvan verkocht hebben, al in, denk ik, in 10 of 12 jaar dat we dit verkopen. Maar echt heel veel. Wow 3 van Masuda. Ja. Ja. Ja, die man maakt mooie dingetjes. Zeer mooie dingetjes. Maar ik neem aan dat die niet allemaal Wow heten dan. Of Wow? Ja, heet ook Wow. Allemaal. Ik bedoel die andere trucs die hij bedacht heeft. Oh, nee hoor. Nee, daar hebben we ook een verhaal laten zien. Even. Moet je even kunnen checken. Wel, volgens mij kun je checken. Want volgens mij hebben we Masuda als... Weet ik het niet, mijn hoofd. Atom Masuda als fabrikant op de website staan. De voorkant zijn alle fabrikanten. Volgens mij staat het daarbij. Staat Masuda er ook bij. En heb je daar, kun je alle trucs zien. Hij heeft altijd ingenieuze dingen. Dingen die niet lijken op welke andere trucs die bestaan. Dan is het totaal anders. Heb jij... Je hebt gewoon grote handen, hè? Kijk. Oké. Zijn goed, ja. Doe eens een beetje aan mijn kant kantelen. Ja, dat is groter als mijn handen. Ben jij trouwens, hou ze een beetje hoog trouwens. Ben jij rechts of linkshandig? Ik ben rechtshandig. Met rechtshandig. Mag je rechterhand even laten zakken? Hebben we dat niet nodig? Mag je linkerhand even sluiten? Om compleet dicht maken? Oké, goed. Wat we nou doen is de volgende. Ik maak een klein hartje. In mijn linkerhand. En dan hou ik boven jouw hand. Want wat zeggen ze namelijk? Het is belangrijk, zeker deze tijd, dat liefde over de wereld verspreid wordt. En dat je liefde kunt doorsturen naar andere mensen. Het idee is dus dat mijn hartje gaat verdwijnen. Zie? En dat ik mijn liefde doorgeef aan andere mensen. Open je hand. Oh. En je kunt de liefde laten verplaatsen van de ene naar de andere hand. En probeer het even af te halen. Ja, dat gaat niet meer, helaas. Je kent vast en zeker de truc Double Cross. Double Cross is van Magic Smith, van Chris Smith. Super truc. Ja. Waarbij je het kruisje op de hand zet bij een toeschouwer. Op je eigen hand verdwijnt en die komt in de hand van de toeschouwer terecht. Ik weet niet hoeveel dat we daarvan verkocht hebben en nog steeds verkopen. Artikel 1900. Ja, echt, ja, daarom. Dat zegt al iets bij artikelcodes uit ons hoofd kunnen betekenen dat we dat veel verkopen. Heel veel verkocht. Nu is er deze nieuwe versie, niet van Magic Smith, van een andere firma. Exact dezelfde truc, exact dezelfde werking, exact dezelfde gimmicks. Maar dan, onder een andere naam, Spread the Love. Hij wordt ook verkocht onder nog een andere naam, onder de naam Transfer of Love. Wij noemen hem Spread the Love. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Je krijgt een stift, je krijgt wat speciaals erbij. En je krijgt een online video instructie waarbij we in de Nederlandse taal uitleggen hoe dit werkt. Zeer sterk, zeker bij dames. Erg leuk, want het is super interactief.
Ja, Transfer of Love, €49,50. Spread the Love, sorry, heet die op de website. Sorry voor de verwarring. Spread the Love, €49,50. Ja, en het hartje dat zit nog een paar dagen op, Leon. Of je moet met schuurspontje aan de slag gaan. Oké. Okay. Maar goed, dat komt goed. Hebben we nog iets? Of niet? Jazeker. Wat hebben we nog? Je was nou naar de waaier, zag ik. Maar als je dan ook gezegd had dat ik een blouse meegenomen, dan had je eventjes die blouse erop kunnen waaien. Zou je deze even willen controleren? Nee. Wat een kleerhanger. Ja. Ik kwam laatst ergens, daar was het toch een kleer of zo. Zou je deze ook wel even willen controleren? Nee. Ja, ze zouden er maar dan een andere kleur, geel. Ja, ik heb ook nog rood. Ja, ze hadden een kleur rood. Het is net geen Nederlandse vlag. Had jij wel mooie kleuren. Ja. Ik weet niet wat de bedoeling is, moet ik hier nu mijn kleren aan gaan hangen en aan de kast leggen of wat is de idee? Let op. Kleerhanger. Zoveel was ik al. Ja. Ja, het is goed op, René. Want? Spread the love, maar niet met kleerhanger. En als je tegen je vriendin zegt, ga even mijn kleren strijken. Dan... Krijg je kleren, zegt hij dan? Nee. Krijg Sorry. Let op. Kijk, en als ik dan hier mijn vinger hou, kijk. Kijk nou of dat hij eraan zit, zie je dat? Ja, lekker inderdaad net zo. Ja, maar volgens mij hangt hij er ook aan, zie je? Oké, heb je iets gemist? Denk ik niet. Vreemd. Nee, ik ga even wat proberen. Zou je deze zo vast willen houden? Zo? Ja, en dan gewoon slaan. Tja. Slaan? Hierop? Ja. Wat? Wat is dit? Maar als je dit nu in je kast doet, wordt één grote knoeibol. Als je dit in je kast, als je de kleren gaat hangen, kun je ze zo vergeten. Ja. Dus ik zou zeggen, doorzagen die handel, dan kunnen we ze weer gebruiken. Ja, als het goed is. Ja, door is natuurlijk zonde. Maar als het goed is. Ja. Als het heel goed is. Kun je de kleerhangers wat meer bewegen. Kijk zo. Hou hem even vast. Ja, dat is één. Wat? ik word een beetje duizelig van al dit. Even kijken. Ja. Het lijkt alsof die los zijn nu. Als je mij vraagt. Ben je bevroren of is er iets anders gebeurd? Kijk hoe kijk, dan zie je dat ze... Ja, zie je, hè? Dat is echt, echt heel tof, Leon. Ja. En kijk, je kan gewoon echt alles... Je ziet, mensen kunnen gewoon zelf het ook doen, hè? Ja. Heel tof. Ja, dit zag ik voor het eerst op het Visum. Heel mooi gemaakt, echt mooi gemaakt. Ja, en ik dacht, die moet ik hebben. Nou, die waren iets te groot om heel veel mee te nemen. En we hebben nu een zeer grote stapel van deze dingen liggen, echt. Hele en je krijgt er een heel mooie tasje bij. Daar kun je ze in bewaren en vervoeren. In het tasje zit tevens een kaartje met video-instructies van hoe het werkt. Is het moeilijk? Nee. Nee, het is niet moeilijk. Is het kaartje hier niet meer in? Ja, oké. Okay. Maakt niet uit, ik heb nog gehad. Ja, dus je krijgt compleet met tas, met hangertjes erbij. Je kunt ook alles uit handen geven in het begin of op het einde als je wil. Ja. Afhankelijk van hoe je routine doet. Mensen mogen alles dan zelf checken. €39. En het heet de Linking Hangers. Ik zou ermee beginnen eigenlijk. Als je ja, ik ook hoor. Ik ook. Goeiedag, ik ben Leon. Hang je jas maar even op. Ja, zoiets. Ja. Maar het is mooi, hè? Kijk, de routine die ik kan maken is, Leon heeft u even zelf, ja, heeft de routine wel gedaan, zo volgens het filmpje, maar ook zelf wat van gemaakt, qua lollige dingetjes en alles. Dan moet je die eigen maken. Je kan het heel mooi doen op muziek, je kan het grappig doen, je kan het... Je kunt de toeschouwer ook echt vast laten houden en erin laten gooien. Ja. En jij doet het, maar dat is nog een beetje lastig aan tafel. Maar ik vind het echt een leuke kindertruc. Ja. Ja, ik zou dit bij kinderen doen. Ja, maar kun je gerust bij volwassenen doen. Niks mis mee. Dat is toch niet te begrijpen, hè? Mm-hmm. Dus het kan allebei. Het is een beetje wat je stijl is. Heeft natuurlijk ook Cross trouwens.
Kost 39 euro, had ik al gezegd, maar okay. Dat maakt niet uit. Beter twee keer dan niet. Per drie, ja, dan iets anders. Ik heb hier een wolk. Na die liefde zit hij nou helemaal in de wolk, hè? En die wolk, want weet je, als je een lucht hebt, zie je wolken, maar overdag zie je bijvoorbeeld geen maan. Ja, soms wel, maar die zit vaak achter de wolken. Kijk, als je de wolk opmaakt, zie je ook dat daar de maan zit, zie je? Kijk, die maan, die is aan normaal. Slapen. Ja, die maan is normaal elke dag daar, logisch, dan zouden we s'nachts geen maan hebben. Maar ook de maan gaat wel eens op vakantie. Die kan er niet lang, die kan maximaal één dag gaan overdag. En dan gaat hij naar een speciale wolkenhuis op vakantie. Net als wij naar Center Park gaan. Piep, sorry. Center Park, moeten we nog meer maken, noemen we nou? Roompot en ja, nog iets. Gaat hij ook op vakantie? Dan gaat hij bijvoorbeeld naar een groot vakantiehuis. Ik zet het even hier. Leg me plat. Ik hou maar vast, maar goed. Gaat hij naar een heel groot vakantiehuis, zie. En dan gaat hij dan, bijvoorbeeld dit is een twee-kamer appartement. Daar gaat hij zo in, zie. Is dat de badkamer of gaat hij nou in? Geen idee. Maar het leuke is wel, dan komen zijn vrienden, die willen hem zoeken, zeg maar. En dan kijken ze, en dan is hij gewoon weg. Echt heel stom. Niemand begrijpt waar hij is. En zijn vrienden, wacht even, hij zit natuurlijk achter die andere deur. Zo slim. Dan maken ze die deur open. Maar zit hij ook niet. Dus niemand weet eigenlijk waar die maan natuurlijk zit. Dat is het hele... Ik zag hem. Had jij hem ook gezien? Ja. Oké, ja. Maar dan denken de vrienden ook, wij zagen hem en dan gaat hij snel naar de deur toe en is hij weer weg, zie je? Ja? Ja, ik dacht dat hij daar zat namelijk, ja. Ja, dat dacht ik ook, maar zit hij niet. Ik denk dat die persoon denkt dat hij nu hier zit, maar dat is ook niet het geval, zie je? Nou, ze kunnen doorgaan tot de kinderen blijven roepen, zit, gaat op en neer, wat dan ook. En op het einde maak je het hele ding open, zie je? En dan is de maan echt compleet verdwenen. Compleet weg. Want die maan, zoals ik al zei, die moet op tijd terug zijn. Want s'nachts, dan moet die maan gewoon weer aan de hemel staan. Probleem, we hebben geen maan meer. Oké, dat is niet best. Stel voor dat we vannacht gewoon geen maan hebben. Dat is natuurlijk een groot probleem. Wat is er? Ik zag hem. Nee, dit is gewoon een wolk. Daar zit niks in verder. Zie je ze vliegen? Kijk, die maan, die hebben die gezien. Ik weet niet waar hier zit, niet hier zit, niet daar zit. Die is gewoon nergens. Dus, nou, kinderen inderdaad gaan roepen. Die zit daar. En dan zeg je, ik zie nergens een maan, hier ook niet. Totdat jij plots ook ziet, hier is de maan. Kijk, dan zet je hem netjes terug in zijn wolk. Of, optioneel, komt die maan hier de hele tijd bovenuit kijken. Wacht. Doe maar even omhoog. Heb je een leuke vakantie gehad? En okay. Hij verdwijnt alsnog. Zou ook kunnen. Je pakt dit kastje en je zegt, daar is hij weer. Raar einde, maar het zou allemaal kunnen met deze set. Nou, in een tech-update geleden lieten we ook al een kleine versie hiervan zien. Van de maandagavontuur. Die versie is gewoon gigantisch moeilijk leverbaar. bijna nooit zeg maar leverbaar. En we hebben nu een fabrikant gevonden die deze grote versie maakt. Dus deze is dus, ik denk wel twee keer zo groot als die andere. De andere was bij zo'n klein kastje zeg maar. Is echt heel goed. Volledig uit kunststof. Niet het hout. Dus je hoeft die bank net de lak afgaat. Ik had Maan al gesproken. Die zei dat het vorige vakantiehuisje was iets klein voor mij. Ik heb liever een grote. Oké. Standaard zitten er geen magneetjes op de deurtjes. Wij maken voor jou magneetjes erop. Persoonlijk vind ik dat fijner. Omdat dan de deurtjes zeker dicht blijven. Ook als je zo staat dat ze niet open kantelen. Deze ook. Die valt op de standaard open. We maken ook al magneetjes voor je op. Dus dat het helemaal mooi sluit. Niet goedkoop vind ik. Maar je hebt wel professioneel materiaal wat een leven lang meegaat. Dat is het. Compleet met Nederlandse gebruiksaanwijzingen. Alles wat je nodig hebt voor de prijs van 235 euro. Lunatrek, oftewel maandavontuur. Net hoe je het, welke taal je wil zien en hoe je het wil noemen. Zeer goed gemaakt. In de categorie kindertrucs. Eindelijk een dingetje wat we gewoon veel kunnen verkopen. Omdat we het weer fatsoenlijk op voorraad kunnen krijgen. Daar ben ik blij om, want het is tegenwoordig met al die grote dingen niet altijd het geval dat het makkelijk leverbaar is. Mijn stoel is niet leeg hier, maar ik ben wel door mijn trucs heen die ik wilde laten zien. En als ik ons lijstje check, dan hebben we volgens mij ook alles wel gehad voor nu. Eén gang zou ik kunnen vertellen, dat is dat er nu zondag, als je dit tenminste voor zondag ziet, 31 maart is... Axel Heklauw hier in Velden bij ons te gast voor een lezing. Nou, super goede gast. Ja. Vismkampioen.
Hele mooie ideeën. Hele mooie ideeën, praktische ideeën. Zowel op close-up gebied met Jobcup, als op toneel met kranten, maar ook met mentalisme. Alles wat je kunt bedenken. Zie je het voor die dag, zie je het voor 3 uur op zondag en wil je komen, bel dan even of stuur een mailtje of een Facebookbericht of wat dan ook even naar mij of naar Diamond Magic Shop. Beste naar mijzelf, René Gele. Dat is best, dat zie ik vaker dan de Diamond Magic Shop berichten. Dan kan ik je nog vertellen of er nog plek is, want we kunnen maximaal 30 mensen laten en we zitten nu al, we hebben al heel wat mensen verzameld. Maar zeker op het laatste moment, check even of, dat nog, of je kunt komen. Zondag is de winkel open vanaf 1 uur hier. De lezing begint om 3 uur. Dus als je nog wat nodig hebt of je wil even binnenlopen, kan dat ook van tevoren. Ja. Voor de rest hebben we eigenlijk geen dringende zaken die we moeten vermelden. Ja, het festival, het Dutch Festival of Magic, maar dat duurt nog eventjes. Is op 30 en 31 mei en 1 juni in De Reehorst in Ede. Daar ja, lezingen, gala, close-up wedstrijden, Nederlands kampioenschap goochelen, handelaren. De donderdag is een gratis dag, gratis entree. Dus check even de website die ik hieronder zal vermelden, waar je alles kunt vinden daarover. Wij zijn natuurlijk ook bij de grote stand. We hopen je daar te zien. De vrijdag en zaterdag zijn uiteraard gewoon betaald. Dus die donderdag is een zeer interessante dag als je niet veel budget hebt of zegt, nou, ik wil graag komen, maar het bedrag wat ze vragen voor het congres is er te veel, dan is die donderdag een perfecte optie. Tot die tijd zijn we gewoon hier in de winkel ook te bezoeken. Ja. Online ook natuurlijk. We hebben alles wat je op de website vindt op voorraad. Als het even niet te vinden is, dan is het ook even niet op voorraad. Staat ik op de website dan. Waarschijnlijk kun je dit artikel niet vinden, omdat het er even niet is. Dus daarmee houden wij onze website actueel. Daarmee bedoel ik, wat je ziet, is what you get. Letterlijk. Ja. Is het er niet, kun je het ook niet, hebben het ook even niet. Ja, als we het niet hebben, zou je eventueel kunnen bellen en kunnen we het reserveren voor je als het binnen is. Tuurlijk. Net als Winners Dice, een van de dingen die we echt super veel verkocht hebben al, maar dat ding is ook gewoon niet leverbaar. Vegas Dream, hetzelfde. Winners Dice krijgen we toevallig vandaag, dus als de update is, zijn ze binnen. Een giga hoeveelheid, daar kunnen we echt gewoon maanden mee vooruit. Hopelijk niet. Hopelijk niet zelfs, maar echt heel veel. En dat zijn dingen die we gewoon nu echt massa inkopen, omdat we gewoon telkens die dingen op zijn, omdat het super populair is. Infinity Watch, ook zoiets. Het zijn allemaal producten die super gaaf zijn, maar super snel weg waren en bijna niet te leveren zijn. En wij hebben nu onze eigen kanalen gevonden om die spullen wel te krijgen. Nog een ding. Ja? Pasen komt er ook aan, hè? Pasen komt er ook aan. Dus zoek je nog leuke paastrucs. Ja. De Mardo Eggback, als ik het goed zeg. Super truc. Ja. Eierzakken hebben we een truc met konijntjes. Alles met konijntjes kan ook natuurlijk. Carrot Culprit is een voorbeeld. Je hebt het Hop Rabbits. Allemaal trucken met, inderdaad, met paashazen, konijnen, eieren. Ja, ik dacht, dat hebben we maar even gezegd dan. Hè. Zo is het. Hey Leon, ik denk dat we wel klaar mee zijn nu. Ja. Niet? Ik heb geen idee hoe lang die duurt, heb ik een horloge. Oh, dit was een lange update. Oké, mensen. Bedankt voor het wonen. Hoi. Hoi.